Sjoerd Renzen, 1-1 tegen Putten. Moeilijke eerste helft. Tweede helft met veel kansen. En toch niet gewonnen. Eerste helft was statisch van ons. We speelden eigenlijk ook met veel spelers achter de bal. Weinig diepte. In de rust twee wissels wat eigenlijk heel goed uitpakte. We scoren ook snel. Creëren kans op kans. Een cornerbal wordt ons funest. Clint laat volgens mij zijn man lopen. Er zijn afspraken over, daar baal ik van. Ja. Ja, dat zag ik. Dat was ook een beetje een fase waarin ik de indruk kreeg dat we sowieso verdedigend onnodig wat ballen aan het weggeven waren. Ja, er kwam wat onrust. Momenten dat we rust aan de bal konden hebben, schoten we hem diep. Hielpen we Putten een beetje in het spel. Hun deden ook een omzetting, een spits erbij. Alhoewel het voor iedereen wel duidelijk was wat de rol was. Het is knullig, vind ik dit. 1-1 tegen Putten had in mijn ogen niet nodig geweest. Nee, ik denk dat we veel kansen hebben gehad. Ja. Vooral in de tweede helft toch een aardige partij dan neergezet. Moeten we hieruit opmaken dat het allemaal niet meer zoveel uitmaakt wat wij doen? Of willen we toch nog wat gaan presteren in de komende wedstrijden? Zeker na het faillissement van Young Boys stijgen we gewoon een aantal plaatsen. Waarin we dus gewoon weer meedoen om na competitie op dit moment. En dat de achterstand op de koploper wat te groot is. Maar promotie en wedstrijden spelen, dat zou erin moeten zitten. Dat zou vandaag beginnen met een overwinning op Putten. En dan is het in mijn ogen teleurstellend dat we maar een puntje pakken. Ja, nou, dat is helder. Volgende week naar Odin. Ja. Dan moet het allemaal gebeuren. Ja, weer een directe concurrent die eigenlijk altijd thuis wel sterk is. Maar goed, ja, bij ons kan het alles of niks zijn de laatste tijd. Dus ik heb er vertrouwen dat we volgende week weer gaan winnen. Maar. Okay. Trainer Oostermeijer, we hadden net keeper Sjoerd Renzen voor de camera. Die was wat ontevreden over de tegengoal en over het resultaat. Ja, dat zijn ook de zaken waar je ontevreden over kan zijn natuurlijk. 1-1, vooraf ga je uit van overwinning. Op het moment dat we de 1-0 hebben, hè, dan zie je al vrij snel dat er heel veel mogelijkheden gaan komen op een vervolg. Omdat zij doorstap 1-op-1 gaan voetballen. En dan zie je dat bij een cornerbal een speler volledig niet gedekt wordt. Ja. Daar waar hij wel tot meerdere malen gecoacht is om hem te dekken. Ja. Dat is niet goed. De omzetting in de rust die pakte volgens mij wel goed uit. Ja, we kregen met Leon wat meer voetbal. En dat vooruit op de linkerkant wat vooruit voetballen, dat is voor Guido lastig. En voor Marco is dat, die vindt dat prettig. Ja. Tweede helft hoop kansen gehad en maar één goal. Het leek er af en toe op dat het er niet echt toe deed. Ik kijk ook naar die 1-1, kunnen wij vier keer scoren. Ja. En we doen het niet. Nee. Volgende week naar Heemskerk, Odin. Wat is er nou voor ons nog in de resterende wedstrijden te halen? Nou ja, wij moeten met z'n allen hard werken. In balbezit net even wat meer overleg zien te krijgen als dat we de laatste tijd hebben. Daar zijn we constant daarmee bezig. We trainen in principe, we trainen goed. We trainen hard. Het zou mooi zijn als het is gevoed wordt met een stukje succes, een succesbeleving. Wat dat betreft, als je hier wint met 1-0 of als je hier toch nog wint met 2-1, dan is dat wel een succesbeleving. Dat zou het ploegje eroverheen kunnen zetten. Wij moeten wekelijks gewoon aan de bak.